Even vragen aan René of die naar voren wil komen. We kennen elkaar niet, maar ja, ik ken ze wel, hè, die mensen. Een duizend groot, een verbinder, sterke kracht. Een spil, een vrijwilliger die altijd voor iedereen klaarstaat. Dames en heren, u weet het al. De heer René Keizers is zo'n man, mag ik wel zeggen. En dat zeg ik niet te zomaar. Om te beginnen wil ik een paar van zijn activiteiten noemen. In 2001 werd hij bijvoorbeeld een voorzitter van de horecavereniging in Boxmeer. Dat was een turbulente tijd. Die van een voorzitter veel inzet en ook energie gevraagd heeft. Dat voorzitterschap heeft u 4 jaar met hart en ziel op u genomen. En ondanks dat uw eigen horecazaak het vertrek vanwege uw gezondheid heeft moeten verkopen, helpt u nog steeds mee met verschillende verenigingen met uw ontzettend grote inzet. Bijvoorbeeld bij de Kavelsvereniging de Geitenbok, die ook nog open en die was ook nog zelf prins daar. En ja, dat is een goed gebruik dat de Kavelsvereniging met zorg de mensen selecteert die dan nog graag een handje willen meehelpen daarna. Dus dat doen ze echt met heel veel zorg, ik herken dat. Maar ik ben altijd betrokken gebleven met de vereniging, dat is ook heel erg fijn. Daarnaast heeft u ook samen met de Stichting Dichterbij enorm veel betekend voor het carnaval van mensen met een beperking. Dat zei Twan net al. Dan moet ik het even goed doen. Ik ga zo. Zorgen dat ik wel... Ja. En dan komen we eigenlijk natuurlijk op de kern van de zaak uitgegeven. Want los van die genoemde vrijwilligersactiviteiten ben ik vanavond speciaal vanwege je verdiensten voor Samen Zien We Losgekomen. U heeft... En veel alle aanwezigen hier ook vanavond een zeer actieve rol gespeeld bij deze stichting. U was in 2003 medeoprichter en heeft toen vanaf vandaag, tot op de dag van vandaag, als penningmeester de portemonnee van de stichting beheerd. Daarnaast was u verantwoordelijk voor alle horecagelegenheden en zorgde u er persoonlijk voor dat alle ondernemers ook echt aangehaakt worden waar we leven. Want dat is ook heel erg belangrijk. Die discussie ken ik ook uit het kijkje, dat is helemaal niet zo belangrijk dat allemaal. Dus dat gaat niet zomaar. En de stichting is opgericht om de mentors te ondersteunen. Nou, dat hebben we net al gehoord. Als dat nu de grootste ondersteuner is, is dat natuurlijk perfect. En dat staat ook in de statuten. Al dan niet in samenwerking met bestaande organisaties tot initiatief te komen, te ontwikkelen en indien nodig uit te voeren, ten einde de vereniging de mentors in de breedste zin van het woord te ondersteunen. Daar heb je dat toch al mooi gedaan. Komt zo uit jullie statuten. Even kijken, nou, de gezamenlijke stichting, 16 horecazaken, ik zie het hier staan op het scherm. En door, ja, helaas persoonlijke omstandigheden moet u nu stoppen. Maar goed, uiteindelijk komt er alles een eind. Maar soms wil je dat ook, ja, soms gebeurt het al eerder dat je zelf misschien wenst. Maar op uw kenmerken, enthousiaste en verzorgde manier heeft u de afgelopen tientallen jaren vele ledenvergaderingen, commissievergaderingen, barbecues en filmavonden voor de vereniging belangeloos georganiseerd. Ontzettend veel leden hebben deze activiteiten enorm veel plezier beleefd. Heeft er mede voor gezorgd dat de vereniging zinvolle en ook vooral leuke activiteiten kon blijven organiseren voor haar leden en iedereen die erbij was. U stond altijd klaar en schakelde waar mogelijk uw persoonlijke netwerk in om de zaken geregeld te krijgen. We komen langs bij het punt waarvoor ik eigenlijk hier ben gekomen, met verder. Het staat allemaal in het zonnetje, wat waar, weet ik. Dames en heren, in december vorig jaar heeft de gemeenteraad een nieuwe stelsel van gemeentelijke onderscheidingen voor de gemeenteland Verkuik vastgesteld. Deze nieuwe regeling komt in de plaats van de gemeentelijke onderscheidingen zoals de Bok, kijk, de Stier en al die andere blijken van waarderingen van die 5 voormalige gemeenten. Gemeentelijke onderscheidingen zijn bedoeld als teken van waardering en dankbaarheid vanuit de gemeente en de lokale gemeenschap. Als beloning voor iemands inzet voor zijn of haar eigen stad of dorp. Voor zijn of haar bijzondere verdiensten voor de gemeente Landverkuik. Personen die in aanmerking komen voor een gemeentelijke onderscheiding leveren door hun vrijwilligerswerk een bijzondere bijdrage aan de leefbaarheid in hun eigen dorpsgemeenschap. Zij zorgen voor verbinding en zijn erg belangrijk voor het voortbestaan van hun vereniging. Kortom, een voorbeeld voor vele anderen. Daarom, meneer Keizers, dat was officieel. Niet alleen namens de vele leden van de stichting en andere personen, maar zeker ook namens de gemeentebestuur van het Landverkuik, wil ik u enorm bedanken voor uw geweldige vrijwillige inzet de afgelopen jaren. En doet me dan ook ontzettend veel plezier u mee te mogen leren dat u als blijk van waardering voor uw bijzondere verdiensten voor de stichting Samen Zien We Los de dorpspenning Landverkuik mag uitreiken. Graag wil ik u daarbij horende versierselverhandelingen.
van harte gefeliciteerd. Ik zou toch graag Ingrid willen vragen of die ook mij wil helpen. Ik heb daar geen zorgen in. Kijk even hierheen als je wilt. Zo. Kijk maar naar mij. Reek af naar mij. Ja, Reek. Een speldje wat je met eerpunt kunt dragen. Zo mooie, met de kenmerken van de Maas zeggen erin. Dat denk ik hem niet, dus dat scheelt. Ja. Kijk eens, alsjeblieft. En er hoort ook nog aan de muur een mooie oogkonde bij, zodat jullie altijd kunnen zien wat er rechts en links is. Gefeliciteerd. En alsjeblieft. Mag ik één foto met de oogkonde en de munt? Even kijken. Doe de bloemen er maar bij. Ja. Ja. Kijk even mijn kant op. Ja. Erbij. Ja. Ja.